ja, mag Jezus spelen. Toen dacht ik... Yes! Yes! Ja, yes! Ik geef elkaar een hand van hallo. Nou, ik ben de Judas, jij bent de Jezus en wij gaan nu even zingen. In Op Weg naar de Passion nemen we je mee tijdens de voorbereidingen van het muzikale paasevenement dat te zien is op donderdag 6 april bij Caro NCRV live vanuit Harlingen. Ahoy! Iemand die naast me staat. We zijn in Soundwise, het pand van Erik van Tijn. En ik heb hier zelf ook mijn eigen studiootje boven. En we zijn vandaag aan het repeteren, dus we gaan voor het eerst met de cast alle liedjes doornemen. En ik heb met de meesten al één op één gewerkt. En nu gaan we zien hoe alles samenkomt. En daar waar nodig gaan we nog wat dingetjes aanpassen, stemmetjes zetten. Nou ja, van alles. Heel erg bij. Deze vrouw heeft mij gered. Ik heb ja gezegd, we moesten oefenen. En toen vond ik het veel te eng, veel te spannend. Maar dankzij jou ga ik het doen. Met veel plezier. Oh, zo lief. Straks terug naar de repetities, waar we ook al één van de nummers van dit jaar bekend mogen maken. Elke week in Onderweg naar de Passion mag ik spreken met één van de hoofdrolspelers van de Passion 2023. En we beginnen gelijk goed, namelijk met Sinan. Welkom. Dank u, dank u. En jij vertolkt de rol van Jezus. Ja. Hoe reageerde je toen je hoorde dat jij Jezus mocht spelen? Mijn agent die belde me op en die zei, Sinan, wat ben je nu aan het doen? Ik zei, oh, ik ben aan het eten, ik zit nu even. Zei ze, oké, dus je zit nu? Zei ik, ja. Dacht ik, oké. Nou, bij deze, ja, mag Jezus spelen? Toen dacht ik, yes! Yes! Ja, toen dacht ik, yes! Maar dus leg mij eens even uit, waarom is daar zo'n duidelijke band met Jezus? Nu ik zelf vader ben geworden, vind ik het tof om de boodschappen die Jezus in gedachten had, of die hij heeft gekregen van zijn vader in de hemel, om dat door te geven, wil ik dat graag ook aan mijn zoon doen. Je bent nu 3 maanden vader? Nu 3 maanden vader van een zoontje. En als hij in je ogen aankijkt, dan weet je ook dat het goed zit. En ik probeer hem gewoon, dat wil ik ook heel graag voor de rest van mijn leven, wil ik voor hem zijn, bij hem zijn. Maar dat is ook weer het verhaal van Jezus. Dat hij dingen probeert te vertellen. Dingen probeert te leren. Maar ook als hij er niet is. Terwijl hij er altijd is. En dat is precies waar je van zegt. Hey, dit komt echt bij elkaar. Ik merk door mijn vaderschap dat ik anders ben gaan kijken naar de figuur Jezus. Ja, dat zeg je goed. Ja. Eigenlijk wel. Wat heb jij meegekregen van het geloof in Jezus, het verhaal van de Bijbel in je opvoeding? Nou, eigenlijk niet heel veel. Ik ben eigenlijk een beetje vrij opgevoed. Ik werd niet gedwongen of voorgedragen of het moet vanuit de Bijbel of vanuit de Koran. Dat is helemaal niet het geval. Ik heb dus op mijn eigen manier heb ik dus een dankbaarsmomentje ontdekt. Hoe doe je dat? Nou, ik sta best wel vroeg op. Om meestal 5-6 uur of zo sta ik op. Dan laat ik mijn hond uit. En dan, ik woon op de grens van de Jordaan en dan in Amsterdam. En dan loop ik in de Jordaan en dan is niemand er. Dus dan is het muisstil. En dat is een magisch momentje voor mij. Dan loop ik langs de grachten, midden in de Jordaan. En dan ben ik gewoon dankbaar voor de dingen die ik heb, die ik mag doen, die... En dat zeg ik dan hardop en iedere dag weer. En dus jij loopt met de hond aan de lijn? Hond, die zit ondertussen te snuffelen, te plassen en te poepen. En ik ben daarnaast dankbaar. En dan zeg je, joh, ik wil toch even zeggen, ik ben dankbaar. Dankbaar voor mijn vrouw, voor mijn kind, voor dat ik kan eten. Dat ik zulke mooie projecten mag doen. Dus dat is allemaal... Soms is het goed om dat even hardop te zeggen. En dan haal ik nu even de rol van Jezus erbij. Waar past die in dat plaatje? Nou, ook dat hij is ook dankbaar in wat er op dit moment gebeurt. En hij probeert dat ook te dienen. Hij heeft ook niet dat vooroordelen over mensen. Ik respecteer jou in wie jij bent en waar jij voor staat. Daar heb ik geen oordeel over. Dat mag jij helemaal zelf beslissen.
En ik vind dat we dat op deze wereld ook vaker mogen doen. Het wordt natuurlijk een spannende avond waarin jij moet presteren, je moet liedjes zingen, je moet acteren. Er komt heel veel bij kijken. Waar zit voor jou de grootste uitdaging? De grootste uitdaging, het combineren van zingen en soort van film acteren. Ik zing eigenlijk Jacques Brel nummers. Dat zing ik in het Turks. En Jacques Brel nummers is eerder een soort verhaal vertellen op muziek. Dus dat ligt mij net iets meer dan dat het echt zingen is. Zingen is. Ja, ik voel me daar goed bij. Het moet nog maar eruit komen, dus we gaan het zien. Ik ben benieuwd waar je terecht komt. Ik ook. Dankjewel. Nou, het is leuk om iedereen te zien natuurlijk, want je bent natuurlijk aan het repeteren zonder dat je iemand ziet. En nu kom je iedereen tegen. Het is ook wel gek, hij geeft elkaar een hand van hallo, nou, ik ben de Judas, jij bent de Jezus en wij gaan nu even zingen. En dan zit je ineens heel erg in die scène. Je zit elkaar in de ogen aan te kijken en dan denk je, oké, dit gaan wij dus doen, man. En dit is onze eerste stap richting iets wat hopelijk heel vet gaat worden. Wat ik tof vind aan Sinan is dat ik zie dat hij zich volledig erin stort. En dat moet je altijd doen met rollen. Maar ja, je moet het maar durven. En ik vind het vet dat hij zich er volledig in stort. En dat zet de deur ook voor mij open. Ik vind het heel spannend voor vandaag. Want ja, ik ben geen zanger. Ik vraag me af, vind jij het dan nu ook nog spannend? Na zoveel edities met weer nieuwe mensen. Is het dan elke keer weer spannend of niet meer? Nee, het is niet meer spannend. Het is wel zorgwekkend. Nee. Kijk, ondertussen weet ik al genoeg ook van hoe jij zingt. Ja. Want er zijn al meerdere repetities geweest. En dus weet ik al eigenlijk dat het goed gaat komen. Alleen, we hebben het nog nooit met z'n allen bij elkaar gedaan. En dat is voor iedereen altijd spannend. En heb je ooit een nummer gehad of tijdens zo'n dag als dit, dat je collectief bedacht, nee, dit nummer klopt toch niet. Of we moeten iets anders of dit moet eruit? Niet een heel nummer eruit, maar wel een stuk. Bijvoorbeeld dat een stuk niet werkt. Dat ineens blijkt, dan zit je met 3 of 4 mensen te doen. En vaak is het een nummer wat eigenlijk door 1 persoon gezongen was in het origineel. En dan ga je het verdelen en is het ineens helemaal niet leuk. Het kan ook omgekeerd zijn, dat het juist leuker wordt. Maar het is ook wel eens tegengevallen dat we allemaal dachten, laten we dit inkorten bijvoorbeeld. Ja. Nou ja, dat wordt dus een spannende dag. Voor mij in ieder geval. Dat gaat bij jou niet gebeuren. Bij mij niet gebeuren. Dat staat op beeld, hè? Gaat niet gebeuren. Alleen maar zeggen, kunnen we dit oplengen? Meer, we willen meer. We willen meer van hem. Meer Petrus. Ja. Ja, ik kende Erik al een beetje en Erik is gewoon een hele prettige, hele directe producer. Dus hij geeft heel duidelijk aan wat hij van je wil. Hij doet niet aan overdadige complimenten, maar als hij er eentje geeft, dan weet je ook dat je echt iets goeds hebt gedaan. Dat vind ik altijd heel fijn aan samenwerken met mensen die eigenschap hebben. Om niet de hele tijd alleen maar... maar gewoon echt, alleen als het goed is, dan krijg je een compliment. En Erik is gewoon mega kundig. Hij heeft natuurlijk zo ongelooflijk veel gedaan. En ik voel me daardoor ook wel in veilige handen, omdat we nu al keuzes maken van, oh ja, dit gaan we zo zingen. Dit gaan we op die manier doen. Dat ik weet van, hij weet hoe het gaat zijn tijdens dat hele spektakel. En we zijn nu al zo goed aan het kiezen. En als hij zegt dat ik het kan daar, op die manier, dan kan ik het. Ja, ik kan gewoon niet wachten om dit avontuur verder met hem in te gaan. Elke week mogen we in Op Weg naar de Passion 1 van de nummers weggeven voor dit jaar. En we beginnen met het themanummer. Het themanummer van dit jaar is van Bill Withers, Lean on Me, Leun op mij. Leun op mij, ja, dat is een fantastisch nummer natuurlijk. Ik ben heel erg blij dat ik dat mag zingen. Want uiteindelijk moet je ook op elkaar kunnen leunen. Ik wil op jou kunnen leunen en jij moet op mij kunnen leunen. We moeten geloven in elkaar en dat is heel belangrijk. Ik help je staan en ben je vriend. Ik help je door te gaan. Want vroeg of laat zoek ik net als jij iemand die naast me staat. De muzikale repetities zitten erop. We hebben nog heel veel repetities te gaan. Maar deze is een rap. Wil je niks missen? Abonneer je op ons YouTube-kanaal en kijk natuurlijk op Witte Donderdag 6 april naar The Passion. 8:30, NPO 1 bij Caro en Cervé.